Met nog een week te gaan tot het WK in Zuid-Afrika blikt Nu Sport samen met prominente mensen uit de voetbalwereld vooruit. In dit eerste deel oud-voetballer en trainer Aad de Mos over zijn favorieten, de sterkste tegenstanders en natuurlijk de kansen van Oranje op de titel. In Nederland hoort bij mij absoluut op basis van de kwaliteiten die we bezitten behoren tot de favorieten. Ja, dan moet je natuurlijk ook wat geluk hebben. Dan moet je in een knock-out fase moet je goede wedstrijden spelen, want Nederland struikelt vaak in de knock-out fases. Penalties zijn dan heel belangrijk, dat is ook een punt van Nederland. Maar ik vind wel dat Nederland de kwaliteit heeft om een heel groot toernooi te spelen. En dat baseer ik op de kwaliteit als je die vergelijkt met andere landen. Nederland heeft absoluut geen minder materiaal dan Spanje, Argentinië en Brazilië. Ik denk dat Cameroen wel gevaarlijk kan zijn. Cameroen is een Afrikaans land. In toernooien op dit niveau speelt thuisvoordeel toch een bepaalde rol altijd. Dat zie je overal als er een WK is. En, dat is ook een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Ze zijn technisch sterk, atletisch vermogen, scorend vermogen. Sterke verdedigers en kunnen het resultaat spelen, denk ik. Spanje is uiteraard favoriet. Argentinië op basis van het verleden en op basis van het spelersmateriaal. En de grote favoriet voor mij, omdat ze precies weten dat ze zich totaal weg moeten cijferen, dat is Brazilië. De cultuur van het winnen zit in dat land ingebakken. Het niet terugkomen met de wereldbeker, ja, dat is een nederlaag. Na de wens van Van Persie voor een voorhoede samen met Robben, Sneijder en Van der Vaart is er veel gezegd over de grote vier. De Mos vindt het idee van Van Persie in ieder geval niet verstandig. Nou ja, die zullen niet spelen natuurlijk. Ik vind dat een hele goede keuze ook. Ik vind het ook niet verstandig. Je speelt al met heel veel aanvallend geweld. En tegenstanders zullen de ruimtes klein maken. Dus je speelt al heel snel, als je met vier speelt, speel je in die ruimtes al met heel veel mensen voor de bal. Dan komt er al een hele grote druk te liggen op jouw zwakste gedeelte van je elftal. En dat moet je proberen zo klein mogelijk te houden. Dus ik vind, Kuyt is wat mij betreft, dat is ook gebleken in Zwitserland-Oostenrijk. Dat hij een hele belangrijke factor is voor de balans in het elftal.